Goedenavond, dames en heren, hier aan tafel op de tribune. En zij die later op een ander tijdstip dit gaan zien via de internetverbinding, welkom. Een genderneutrale welkomstwoord, om maar gelijk in de politiek te blijven. We hebben vanavond vier insprekers bij het onderwerp duidelijkheid over Jeugdlandhaven. Daarover zijn schriftelijke vragen ingediend, die zijn beantwoord. Maar gaven toch aanleiding voor een aantal fracties om dat toch even met de wethouder over te communiceren. En zoals gebruikelijk begin ik met de insprekers. Ik zou zeggen mevrouw Meivogel, want Bram die wacht nog even met zijn verhaal. Ja, nou goed. Als u hier wilt plaatsnemen, dan krijgt u van mij de riante tijd van 5 minuten maximaal. En als u korter bent, dan krijgt Bram de rest. Ja, gaat uw gang, zou ik zeggen. Ik neem aan dat jullie weten waarom ik hier zit. Ik heb een tijd geleden natuurlijk aangehaald dat wij bang waren dat Jeugdlandhaven ging verdwijnen in Almerehaven. De twijfel was wel gegrond, bleek achteraf. Dus ik ben blij dat ik hier nu mag zitten. Inmiddels zijn er een aantal vragen die we gesteld hebben aan de wethouder. En ook uiteraard aan de schoor zelf. Op een aantal vragen heb ik daarop geen antwoord gekregen. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de antwoorden van de vragen die aan jullie gesteld zijn. Of daar inderdaad antwoorden op zijn gekomen. Jeugdlandhaven is gewoon ontzettend belangrijk voor eigenlijk heel Almerehaven. Er is voor de jeugd van 7 tot 14, 15, 16 jaar gewoon eigenlijk niets anders in Almerehaven dan Jeugdland. Er zijn wel een aantal speeltuinen, maar daar vind je geen jeugd vanaf 7 jaar oud. Ik denk dat het een ontzettend belangrijke plek is voor kinderen om zichzelf te zijn, om zich te ontwikkelen, om buiten te kunnen spelen en om dingen te kunnen leren. Er zitten een aantal mensen die daar werken, die ontzettend goed met die kinderen om kunnen gaan en die echt wel in de smiezen hebben wanneer kinderen het moeilijk hebben en daar ook op inspelen. Dus ik ben van mening dat gewoon echt nooit überhaupt een twijfel mag zijn dat dat weggaat. En ik denk dat je daarmee ook echt de jeugd in Almerehaven tekort doet. Dus vandaar mijn actie om er alles aan te doen om het te behouden. En om toch te kijken of daar mogelijkheden toe zijn. Daarbij denk ik dat het gewoon sowieso voor de gemeente belangrijk is om te weten dat ook dat er ook jeugd rondloopt wat het ook niet makkelijk heeft. Dat er ook wel problematiek is. Dat er ook wel kinderen rondlopen die weg willen van thuis. En dat over het algemeen ook gezinnen zijn waar financiële problemen zijn. En dat ik toch ook wel het belangrijk zou vinden als de gemeente eens kijkt naar een mogelijkheid om van Jeugdlandhaven gebruik te maken, ook voor de minima. Het is niet duur, maar voor mensen die niks kunnen missen is het gewoon nog steeds geld. En ik zou het ook heel fijn vinden als er eens naar gekeken kan worden of het mogelijk is om vanuit de gemeente een jaarkaart mogelijk te maken voor kinderen die in de bijstand zitten of die gebruik maken van het voedselloket of mee te doen. Dat lijkt mij een mooi streven. Dus die wou ik bij deze ook nog even vermelden. Ja. En dan verder, zijn er vragen voor mij? Dat mag natuurlijk ook. Ja, ik kijk even naar de tafel. Of er nog vragen zijn aan de inspreker. Zo niet, gaan we naar de volgende inspreker. En dan dank ik u alvast voor uw bijdrage. Ja, graag gedaan. En nodig ik Bram uit. Nou, ik zou zeggen, Bram, steek van waar. Hij doet het hoor, Bram. Dus ga je gang. Ik ben Bram. Ik ben 10 jaar oud. En ik kom bijna elke woensdag en zaterdag op Jeugdland. En dan meestal ben ik dan aan het trampoline springen. Ik heb ook heel lang aan een eigen hut gewerkt. Staat er nu nog steeds. Ik heb in juni de hut van de maand gewonnen.
En dan zitten wij met een hele groep, zitten wij dan in de klas of op de groepsapp van gaan we vanmiddag naar Jeugdland. En dan de meeste kinderen gaan dan ook wel. Ik en Raf, die gaan ook altijd naar Jeugdland. En dan laatst op woensdag, vorige week, gingen we allemaal trucjes oefenen op de trampoline. En ik heb zelf geen trampoline in mijn tuin, dus altijd als ik wat wil springen, dan kan ik daar, hoef ik niet naar Jumping Jack om allemaal geld kwijt te raken. Dus dan kan ik gewoon de hele dag. En ik heb een jaarkaart. Vorig jaar was ik zelfs de eerste met een jaarkaart. En ik vind altijd wel een manier om mij daar te vermaken. Meer heb ik eigenlijk niet. Oh ja, en in de zomer kan ik ook altijd zijn er zwembaden. En als ik duik ik er altijd in en ga ik altijd op de trampoline daarna. En of je kan ook binnen allemaal activiteiten doen als het koud is. We hebben bingo kun je doen, kun je allemaal spullen winnen. En ja, dat is het wel eigenlijk. Zeker weten, Bram? Ja, want je hebt nog een minuutje hoor, dus je kan nog even opletten. Nee, meer heb ik niet. Meer heb je niet? Nee. Geen vragen aan Bram? Nee? Nou, hartstikke bedankt, Bram. Ik vind het heel erg top, zoals het heet. Moedig van je. Ik denk dat je moeder vanavond op bezoek krijgt van een aantal politieke partijen om alvast het lidmaatschapskaart uit te reiken aan je. Goed. Mevrouw Spaan. Nou, goedenavond allemaal. Sandra Spaan, Almere Haven. Heel lang geleden al gaan wonen. Ondertussen niet meer hoor in Almere, maar nog wel elk jaar in ieder geval twee keer op Jeugdland Haven met een groep kinderen van andere verenigingen waar ik nu bij betrokken ben. Zelf meegemaakt, hè. In de Hoven opgegroeid. Daar was buurthuis Wervenhof. Allard Veldhuis, wel bekend denk ik. Hè? Helaas... ons verlaten dit jaar. Voorlopen van de woke al meer jaren. Huttenbouwweekje. En hey, dat is toch wel super tof. Daar gaan we verder mee. En daar kwam Jeugdland Haven. Dus eigenlijk vanaf dag één als kind ook altijd betrokken geweest daarbij. Na een tijdje in het gevangeniswezen gewerkt hebben. En altijd wel vrijwilliger gebleven. Kwam ik daar zonder werk te zitten door een val met mijn knie en ben ik op Jeugdland terechtgekomen. Ik heb me om laten scholen, mede dankzij de school en ben ook een tijdje werkzaam geweest op Jeugdland zelf. Daar heb ik me vooral gericht op de groep van 10 tot en met 14 en 16 jaar eigenlijk. Omdat wij toen ook wel zagen van dat die doorstroom naar het jongerencentrum, er zat een gat, hè, 14 en 16. En nou, dan krijg je dit een beetje te horen, dat dit speelt en dan denk je, goh. Het is eigenlijk wel heel erg, want als ik mijn afscheidsmap bekijk van Jeugdland Haven, waarin mijn tieners, zoals ik ze nu nog steeds noem, en ondertussen dertigers en gelukkig nog wel eens contact mee heb. Ja, die zetten daar toch wel hele rake woorden in. Jullie waren ons vangnet, bij jullie konden we altijd terecht. Het hek stond altijd open. Wat Lieke ook aangeeft, wij hadden ook mensen inderdaad, minima. Maar die konden met ons in gesprek, hey. En tuurlijk gingen er dan 3 kinderen uit een gezin mee op kamp. Dat gingen we regelen, want ook voor die kinderen moesten we er zijn. En ik denk vooral als je Jeugdland Haven ook nog eens zou sluiten in Almere, waar al zo weinig is. En zeker ook hè, voor die specifieke tienergroepen. Want als die vanaf hun 7e daar niet komen, gaan ze vanaf hun 10e ook hun plekje niet meer vinden. Maar die gaan echt rondhangen. En ja, wat is er mooier als je die groep in beeld kan hebben, dat je er voor ze kan zijn. En nou ja, dat zeg ik van dat het ook nu nog steeds wat voor ze betekent. Ik vind het zelf grappig. Femke, een van de werkers nu daar, heb ik een stukje in de stage mogen begeleiden. Ja, dat zijn toch wel allemaal dingen. En zeg ik, dan kom ik er 2 keer per jaar met mijn eigen kids, grote groep ook. Ik denk dat ik meestal wel 40 tot 60 meeneem voor ze. Nou, die hebben een geweldige dag. En dan zeggen ze ook altijd, ja, het zit ook in stad en buiten. Ik zeg, nee, wij gaan naar Haven. En ja, dat is eigenlijk gewoon, ik zou het verschrikkelijk vinden als dat weg zou gaan. En ik denk ook, zeker in dit jaar, dat er niet besloten mag worden om Jeugdland te sluiten. Dat ook een Allard dat niet verdient. Het was zijn levenswerk, dat weet ik echt.
Ik dank u wel. Ik kijk even de tafel rond of er nog aanvullende vragen zijn. Nee? Oh, sorry. Ik had even een vraag. U zegt van of als ik dan met mijn kinderen kom, u komt vanuit een andere organisatie dan? Nee, ik woon zelf op dit moment in de Meren bij Utrecht. Ik heb nog wel een bungalow in Lelystad staan en daar doe ik activiteiten nog steeds organiseren. En standaard zit in ons pakket dat we in ieder geval een dagje gaan timmeren op Jeukland. En ook menig collega van mij vanuit Utrecht en dat soort dingen heeft er al kinderfeestjes gevierd. Want ja, dat is ook gewoon verschrikkelijk leuk daar om te doen. Ik dank u wel. Er zijn geen andere vragen meer. Dan dank ik u voor het inspreken. En nodig ik nu uit mevrouw Eidens-Vreeling. Goedenavond allemaal. Zelf ook jong geweest. Zelf ook bij Jeugdland altijd gespeeld. En dan was ik altijd een van de weinige meisjes die daar op dat moment dan aan het timmeren was. Maar ik mocht gelukkig wel altijd mee van die jongens. Nou ja, voor de eerste keer dan ook verliefd. Hè? En dan ook voor de eerste keer ervaren dat het slaan op je duim best wel pijn gaat doen. En ja, gewoon herinneringen maken. En ik denk dat dat ook gewoon iets is voor, van Jeugdland. En toen ik hoorde dat, dat ook de plek veranderd werd, ja, dat vond ik eigenlijk al best wel jammer. En dat er een alternatieve plek hiervoor gezocht is, dat vind ik al ontzettend fijn om te horen. En dat, ja, dat de schoor dan eigenlijk dan een soort van beslist vanwege ja, andere geldbesteding, dat het misschien niet door kan gaan om hem in Almere Haven te behouden. Ja, dat vind ik gewoon heel erg jammer. Hè? Ik heb nu zelf ook kinderen. Ik woon zelf in de velden. Nou, ik kan mijn zoon zo op het fietsje naar Jeugdland toe brengen. En dat voelt gewoon goed. Hè? Ik ben er 9 van de 10 keer ben ik er zelf natuurlijk nog wel gewoon bij. Want het is ook gewoon voor mij gezellig. Hè? Ouders onder elkaar toch even een bakkie halen en ja, ook gewoon de sociale cohesie is gewoon heel goed om het te behouden in Almere Haven. Vooral ook omdat Almere Haven ja, ook wel meer groen verliest. Denk ik dat dit ook wel iets is om te behouden. Omdat het ja, toch ook wel belangrijk is om het te behouden. Dus zo eigenlijk. Ik dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen? Nee? Dan dank ik u ook voor uw bijdrage. Ja. En gaan wij starten met de indieners. Ik zal nog even vooraf voor iedereen nog even het doel van de bespreking is om meer duidelijkheid te krijgen over het voortbestaan, zeker behoud van Jeugdland Haven. En mocht blijken dat er twijfels zijn over het voortbestaan, dan is het secundaire doel om te inventariseren op welke wijze de raad zich wel of niet wil inspannen om Jeugdland te behouden. Dat hebben de indieners aan ons meegegeven, deze opdracht. Wie van de twee trapt af? De heer Soetekouw namens de PvdA. Gaat u gang. Dank voorzitter. U heeft het genoeg gehad om 4 van de betrokkenen in dit dossier aan het woord te zien. En de emoties die in veel van deze verhalen duidelijk doorklinken, die leven eigenlijk in heel Haven. En we hebben gemerkt dat Jeugdland Haven een instituut is en eigenlijk behoort bij het culturele erfgoed van dat stadsdeel. En nu er wat onduidelijkheid is geweest over het voortbestaan van Jeugdland. Het eerst was een verhuizing toegezegd en die zou er ook gaan komen. Zijn er toch wat geruchten en roddels ontstaan die de hele gemeenschap aan het twijfelen hebben gebracht. Zo erg aan twijfelen zelfs dat er ruim 1500 handtekeningen zijn ingezameld. Eén om uit te spreken, Jeugdland Haven, dat moet behouden blijven. Maar 2 ook, een duidelijke oproep. Wij willen duidelijkheid, waar zijn wij aan toe? Wat gaat er na deze winterperiode gebeuren? Kunnen wij inderdaad terecht op deze nieuwe plek? Of moeten wij uitkijken naar een andere manier om dit overeind te houden? Die onduidelijkheid die spreekt boekdelen in Haven. En dat was voor GroenLinks eerder deze zomer aanleiding om daar schriftelijke vragen over te stellen.
De beantwoording van die schriftelijke vragen die leverde echter niet genoeg duidelijkheid op. Vlak daarna zijn de handtekeningen ook aan ons aangeboden. Die zijn voor ons aanleiding geweest om dit op de politieke markt bespreekbaar te maken. Dus inderdaad, voorzitter gaf het al heel duidelijk aan, inzet voor vanavond. Wij willen weten waar Haven aan toe is als het gaat om het voortbestaan van Jeugdland. Tot zover. Ik dank u wel. Ik kijk nog even naar mede-indiener GroenLinks, mevrouw Van Heijden. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan de insprekers. Het is wel grappig, want we hebben denk ik allemaal wel iets met Jeugdland. Want mijn kinderen zijn er ook geweest. En ik kan me voorstellen dat hier de jongeren onder ons daar ook geweest zijn. En de ouderen de kinderen daar hebben gehad. Het is gewoon een begrip hier in Almere. Het klopt dat wij inderdaad vragen hebben gesteld eerder en wij kregen in dat opzicht ook niet voldoende antwoord. We hadden het college gevraagd, wat vindt u daar nou van? Want daar hebben wij dus ook geen antwoord op gekregen. Er werd heel erg verwezen naar het begrotingsverhaal. Een beetje in mijn ogen wat kille beantwoording van een best wel emotioneel onderwerp. Waar dus ook inderdaad petitie en andere dingen op binnen zijn gekomen. Dus vandaar dat wij samen met PvdA hebben gedacht om dit toch echt even te moeten agenderen. Ik dank u wel. Dan kijk ik naar het college, de portefeuillehouder. Ik zou zeggen, steekt u van wal. Dank u wel, voorzitter. Ik vond de inspreker, ik zou willen zeggen Bram en de anderen. Die vond ik hartverwarmend, dat om te beginnen. En ik denk dat de school van Bram wel blij is dat Bram op die school zit. Dat is het eerste. En ook de andere insprekers, daar spreek ik mijn waardering voor uit. Als een college naar de raad geroepen wordt, dan kom je natuurlijk. Dat is een opdracht. Toch ben ik wel een beetje... Nou, zo zijn de verhoudingen, voorzitter. Ja. Is dat een toezegging? Het is een wettelijk feit. Hè? Dat is zo. Toch ben ik wel een beetje verrast. Als ik heel even kort inga op de schriftelijke vragen. We hebben die vragen beantwoord op het moment dat wij nog de begrotingsbesprekingen moesten gaan doen. Ik zit hier vandaag als wethouder welzijn, als wethouder sociaal-cultureel werk in deze stad. En wat wij van belang vinden, is dat in de hele stad heel veel facetten van het sociaal-cultureel werk van welzijn goed verlopen. Het gaat dus om de totale breedte van het veld. Ik heb een paar dingen me opgeschreven van mevrouw Sandra Spaan, vond ik een belangrijke opmerking die zij maakte, dat er een gat is voor 14 tot 16-jarigen. Dus voor jongeren van 14 tot 16 jaar. Die hebben aan de ene kant jeugdland en misschien het andere het kinderwerk. Maar het echtere jongerenwerk begint pas op 16. En ook daar moeten we met het sociaal-cultureel werk, met welzijn, moeten we daar rekening mee houden. Maar in de begroting, en ik ga heel kort praten. In de begroting die voorligt en die u over, ik meen, 3 weken met elkaar gaat bespreken, waar u ook moties voor kunt indienen, hebben wij ervoor gezorgd dat alles wat niet alleen de schoor betreft, maar ook wat mee en de zorggroep en Humanitas en andere partijen betreft, gewoon door kan gaan zoals dat ook in het lopende jaar het geval is. Dus we hebben, als u akkoord gaat met de begroting, zoals wij dat hebben geformuleerd, dan gaat alles gewoon door. En nog één korte opmerking. Als wij middelen krijgen van de raad, zoals vorig jaar, dan gaan wij vervolgens in gesprek met de verschillende partijen. Dat hebben we ook gedaan met de schoor. En dan gaan wij kijken op basis van die middelen hoe wij het beste vorm kunnen geven aan het sociaal-cultureel werk. Dat gaat dus ook om het ouderenwerk, gaat ook om eenzame ouderen, maar het gaat ook om jongeren, het gaat ook om allerlei beleidsterreinen om mensen zich zo goed mogelijk te kunnen laten voelen. Het gaat ook om de buurthuizen enzovoort. Het hele brede terrein. Maar zoals ik zei, in de begroting zoals die nu voor ligt, kan alles doorgaan. Ik zie mevrouw Raaier van de PVV. Heeft een verhelderingsvraag? Ja? Ik hoor de wethouder al zeggen, via de voorzitter, sorry. Alles gaat gewoon door. Zoals een begroting
Zegt u daarmee dat Jeugdland Haven gewoon blijft en dat dat niet verdwijnt? Is dat wat u nu zegt? Kijk, wat ik zeg is dat het totale pakket waar Jeugdland Haven ook in zit, maar normaal zouden wij dit bij de begrotingsbesprekingen gedaan hebben, het wordt nu naar voren getrokken. Het totale pakket wat geboden wordt in 2017 kan met de middelen die nu voorliggen en waar de raad over moet beslissen, kan gewoon doorgezet worden, inclusief Jeugdland Haven. Dit roept gelijk de nodige vraag op. Mevrouw de Summa van de SP, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Betekent dat als wij meer vragen, ik hoor u net ouderenwerk en dat soort zaken opnoemen, als wij meer vragen van de schoor voor hetzelfde geld, dat de schoor kan beslissen om de stekker er wel uit te trekken? Ik ben blij, voorzitter, ik ben erg blij met deze vraag. De schoor beslist niets. Het is, wij hebben een opdracht gegeven aan de schoor. En op basis, het zijn uw middelen die wij in samenspraak, overigens niet alleen met de schoor, maar ook met allerlei andere partijen over het sociaal-cultureel werk besteden. Dus vorig jaar hebben wij een discussie gehad, omdat inderdaad, toen werd het heel erg spannend, rondom een aantal zaken, hebben wij een discussie gehad van hoe gaan we hiermee verder? En dat heeft inderdaad betekend dat wij bijvoorbeeld een soort buurthuis, dat noemden wij de VIP-room in Almere Poort. Sommigen wel bekend in het Artencollege. In Almere Poort hebben gesloten. En we hebben gewoon een keuze gemaakt op dat moment. Wat vinden wij het allerbelangrijkste? En voor in de begroting nu hebben we ons enorm voor ingespannen als college. Maar u gaat er uiteindelijk over. Zeggen wij, wat we nu doen, dat kunnen wij continueren. Maar niets extra's. Kijk, als mevrouw Sandra Spaan, sorry dat ik u nog een keer vermeld, maar het vindt een belangrijk punt, zegt van, we hebben nog wat extra mensen voor jongerenwerk nodig. Of een ander zegt, we hebben nog wat extra opbouwwerkers nodig vanwege de eenzame ouderen. Daar kunnen wij op dit moment niet aan voldoen met de zaken die nu in de begroting zitten. Maar alles wat wij op dit moment doen, kan gecontinueerd worden. Ik ga even naar mevrouw Bos van de ChristenUnie, want die zag ik ook reageren. En misschien dan maar gelijk de eerste termijn erachteraan. Want anders komt niemand meer dadelijk aan de beurt. Ja, prima. Op zich kan het ook best kort blijven. Ik heb altijd gezegd, kunnen en zullen zijn twee verschillende werkwoorden. En u gebruikte het woord kunnen. Dat betekent nog niet dat het ook zal gebeuren. En daar sloeg ik even op aan. Want dan denk ik, het lijkt alsof u iets nog in uw mouwen houdt. Zo van, het kan wel. Maar als de schoren besluiten om het niet op die manier te besteden. Maar goed, u gaf net aan van, de schoor kan dat niet zelfstandig besteden. Dus dan ga ik er buiten dat het ook gewoon open zal blijven. En niet alleen kan blijven. Het is meer een constatering eigenlijk als een... Ik probeer altijd zorgvuldig te zijn in mijn taal. En ik heb gezegd dat alles gecontinueerd, ik zei geloof ik kan worden, maar zal worden. En want wij zijn de opdrachtgever en de schoor is de opdrachtnemer. Ik zag meneer Faber van de VVD ook. Niet dat ik weet, maar bedankt voor het woord, meneer de voorzitter. Nou, ik wil mijn eerste termijn gelijk afronden, want anders zitten we dadelijk nog hier. Ja, heel goed. Allereerst bedankt de insprekers. Ik ben zelf ook jong geweest. Nou ja, ik ben dan zelf jong. en niet al te lang geleden liep ik ook gewoon rond op Jeugdland Haven. Dus ik begreep, als je Bram hoort, ik begrijp zijn verhaal volledig. En toen whatsappte ik nog niet met mensen, maar toen moest ik rondgaan van wie gaat er vanmiddag naar de Jeugdland Haven langs. Ik denk dat we hier heel kort over kunnen zijn. Portefeuillehouder geeft gewoon aan van jongens, dus geen paniek. Ik weet niet, we kunnen hier heel kort over blijven. Hartstikke mooi en door. Goed. Meneer Klaasens van het CDA, gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga een herhaling vallen voor het eerste gedeelte van wat ik ga zeggen is dank aan de insprekers, helder, emotioneel, mooie verhalen. Maar toch even op de discussie die ontstaan of het nu wel of niet is. Even te check deze vraag. U zegt we kunnen alles blijven doen. Maar betekent dat dan binnen dat wat de school allemaal in totaal doet en het totaalbudget dat wij ze meegeven, omdat Jeugdland dan blijft, moeten ze dan iets anders laten of niet? Goed, die noteren we. Meneer Bakker van Leefbaar Almere.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, waren vier insprekers die vertelden een verhaal zonder spiekbriefje. En dus komt het recht uit het hart. En wat kan ik dan nog toevoegen aan zo'n verhaal? Niks. En toch ben ik blij, de wethouder begon, ja, ik ben ontboden. Nou, dat klopt. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel blij om, van dat u ook kwam. Want volgens mij is het nu volstrekt helder. De raad gaat er straks over. Over een paar weken mogen we stemmen. Voor of tegen zo'n financieel bedrag voor Jeugdland. En prima. En ik ben blij dat te horen. En ik ben ook blij dat het morgen op Omroep Flevoland staat. Dat het gewoon open kan blijven. Mits de raad daarmee akkoord gaat. Nou, als ik zo de geluiden beluister, dan denk ik dat dat wel goed komt. Dus eigenlijk heb ik geen vragen aan de wethouder. Ik dank u wel. Meneer Esbangil van D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit al te kijken naar de toekomst. Hè. De wethouder geeft aan nu. Hè. Ik weet niet hoe het over daarna of een aantal jaren gaat. Maar als hij zegt van er is niets aan de hand, no panic, dan kan ik daarmee leven. Dank u wel. Geen paniek dus. Mevrouw Bos van de ChristenUnie, nog iets aan toe te voegen? Alleen maar ook dank aan de insprekers. Goed dat jullie dit initiatief hebben genomen en dat jullie hier zijn. En blij dat het open kan blijven. Mevrouw de Souma van de SP. Dank u wel, voorzitter. Ook ik ben heel blij dat jullie gebruik kunnen blijven maken van Jeugdland. Lijkt me geweldig. Dus wie weet gaan we een keertje kijken met z'n allen. Mevrouw Raaier van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij willen de indieners bedanken. Haal of haal. De wethouder geeft aan dat Jeugdland open blijft, maar er is mij nog één vraag. Blijft het open op dezelfde plek? Daar wil ik nog graag een antwoord op. Dank u wel. Ga ik toch even nog naar de indieners toe. Mevrouw van Eijden. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb toch nog wel een paar vragen. Want de wethouder zegt van, ben hier naartoe geroepen door de raad, dus dan moet ik wel komen. Maar als u nou dit antwoord wat meer in de brief had gezet, dan had dat helemaal niet hoeven gebeuren. Dus u bent eerlijk gezegd zelf ook wel debet aan. Ik merk gewoon, u heeft nog niet antwoord gegeven op, zoals ook niet in de brief, wat u er eigenlijk van vindt. Want u zegt wel van, u gaat over de begroting en we stellen het gewoon vast en dan is Jeugdland blijven bestaan. Waar komt dan die onrust vandaan? Wat is daar dan aan de hand geweest? Daar is wel iets aan de hand geweest. En dan merk ik van, wat heeft u dan gedaan om te zeggen van, nou, in de begroting komt het gewoon goed. Ik ben natuurlijk blij dat Jeugdland gewoon kan blijven. En ik snap dat wij daar dan de keuzes rekening mee moeten houden. Maar ik heb het gevoel dat hier meer aan de hand is geweest dan wat u nu even zo zegt. En ik vind het jammer dat u dat ook niet in de brief heeft aangegeven. Meneer Soetekouw, sleept u de rest eens binnen. Dank, voorzitter. Dat de onrust gegrond was, dat is meerdere keren impliciet en expliciet wel bevestigd. En eigenlijk maakt het mij niet zo heel veel uit wat het verhaal achter die onrust nu is. Ik ben nu gewoon ontzettend tevreden dat Jeugdland gaat kunnen blijven. Dat is ook het sentiment dat ik proef aan tafel. Ik heb zelf de gelegenheid nog niet genomen, maar ook dank aan de insprekers. Met recht een bevlogen verhaal vanuit het hart. En ik hoop oprecht niet dat wij over 3 jaar eenzelfde soort discussie in deze raad hoeven te voeren. Jeugdland is een instituut dat wij absoluut voor haven behouden moeten blijven. En de Partij van de Arbeid is ontzettend tevreden met de duidelijkheid die wij van de wethouder gekregen hebben. Nou, de portefeuillehouder dan nog eens een keer. Ja, heel graag. Ik ben opnieuw blij met een aantal vragen. Ik ga toch even eerst in op een van de indieners, voorzitters, mevrouw Van der Heijden. Die zegt, waarom geeft u niet meer antwoorden in de brief? Dat kon ik op dat moment niet. Ik kan geen antwoorden geven voordat er de retraite, en dat wil zeggen de bespreking hebben plaatsgevonden tussen de verschillende collegeleden over de conceptbegroting. Dus ik kon niet eerder antwoorden, omdat ik dan voor mijn beurt zou spreken. Want ik ga niet over... Kijk, anderen hebben natuurlijk ook heel veel wensen over van alles en nog wat. Over meer sociale woningen. Of over minder geld naar vluchtelingen. Of wat dan ook. Hè. Dus allerlei partijen... Ik keek die bot aan. Nee. Nee, gewoon weer Ik ben een onafhankelijk voorzitter hier, ik kan er niks aan doen. Hoor. Nee, ik ben een maximaal onafhankelijk collegelid. Er zijn gewoon allerlei wensen. En nu even serieus, het was trouwens ook serieus bedoeld.
Wij moeten uiteindelijk moeten we in zo'n retraite moeten we met elkaar komen tot een hele ingewikkelde puzzel die u nu vorige week heeft overhandigd heeft gekregen. Ik kan dus niet voor mijn beurt praten. Wat vind ik ervan? Die vraag vind ik aan één kant vind ik best wel verrassend. Er is inderdaad vorig jaar bleek dat er over de hele linie in het sociaal cultureel werk eigenlijk te weinig geld in de begroting zat. En waarom zat er te weinig geld in? Omdat wij toen grote problemen hadden in een aantal andere portefeuilles en daar geld voor moesten vinden. En dat ging om grond, dat ging om bedrijfsterreinen, dat ging om het sociaal domein. En toen hebben we uiteindelijk moeten kiezen van er komt geen geld bij. En geen geld bij betekent altijd minder geld in een jaar. Want je hebt inflatie enzovoort. En toen is er inderdaad, en mogelijk komt daar het gerucht vandaan of het feit, is er inderdaad een hele harde discussie geweest van mij en mijn mensen met de leiding van de schoor. Namelijk, er moest wat weg. Wij hadden te weinig geld. En toen heb ik zelf, en dat is verifieerbaar, heb ik gezegd, Jeugdlandhaven blijft open. Dus wat er ook gebeurt, Jeugdlandhaven blijft open gedurende een periode van 1 jaar vooralsnog. Dus het lopende jaar 2017. En dat betekent dat de innovatiegelden van de schoor hebben wij weggehaald. Dat is een bepaald bedrag. En dat betekent dat wij de VIP-room in Almerepoort hebben dichtgedaan. Omdat daar, na afwegingen, naar verhouding minder gebruik van werd gemaakt dan het belang van Jeugdlandhaven. Dus ik heb zelf gestreden voor Jeugdlandhaven. Ik ben niet iemand die dat normaal zegt, maar u stelt me de vraag, dat heb ik gedaan. En daarmee was het voor 1 jaar verzekerd. En ik heb toen gezegd, ik verwacht dat er voor 2018, gezien de economische ontwikkelingen, iets meer geld zal zijn. En we hebben er dus enorm hard aan gewerkt met elkaar als college om ervoor te zorgen dat in het sociaal cultureel werk in ieder geval alles gedaan kan blijven worden wat er in 2017 gedaan werd. Is dat voldoende? Dat is de vraag. Dat ligt ook aan u, maar dat is wat voor ligt. Dus we kunnen alles blijven doen. Deze stad heeft heel erg veel behoefte aan precies ook wat de insprekers zeiden, aan zaken die met mensen te maken hebben, aan het letten op minima, op het letten van kinderen die misschien uitvallen. Dus dit is een. Maar het gaat mij niet om Jeugdlandhaven. Het gaat mij om veel meer dan Jeugdlandhaven. Het gaat mij om de sociale infrastructuur. En daar hebben wij een bedrag voor opgenomen. En daar zit ook Jeugdlandhaven in. En ik vind het jammer dat Jeugdlandhaven er zo wordt uitgetild, want dan lijkt het bijna iets politieks te worden, terwijl het gaat echt om de totale sociale infrastructuur waar ik me als wethouder welzijn, sociale infrastructuur heel erg voor inzet. Dat is wat ik hier wilde zeggen. Had ik normaal nooit gezegd wanneer u die vraag niet had gesteld. Ik zag een onderbreking van de heer Soetekouw, die had een interruptie. Ja, voorzitter. Het volledige welzijnsstelsel in Almere ligt over het algemeen in zeer goede handen bij de portefeuillehouder. Dus die complimenten mogen best uitgesproken worden. Maar wat mij wel verbaast, en nu begrijp ik steeds beter waarom GroenLinks die vraag stelt. Wat mij wel verbaast is dat de portefeuillehouder zegt overvallen te zijn door die vraag. Want het is toch precies deze vraag die de kern samenvat van de schriftelijke vragen die eerder zijn gesteld en zijn ingediend. En er was veel maatschappelijke onrust ten aanzien van het voortbestaan van Jeugdland. U geeft aan een hardvochtig voorstander te zijn van Jeugdland en daar ook voor gestreden te hebben. Waarom niet een paar maanden eerder deze duidelijkheid al verschaft? De portefeuille. Ja, voorzitter, dat heeft te maken met zoals politiek in elkaar zit. Dat zou mij niet in dank afgenomen zijn door mijn collega's en zeer terecht. Ik zou ook buitengewoon geïrriteerd zijn wanneer een van de collega's toezeggingen gedaan zou hebben. Op het moment dat ik als wethouder een zeg van dames en heren, Jeugdland moet blijven, dan heb ik daarmee bepaald dat daar ook een bepaald bedrag aan gekoppeld wordt. Maar het gaat mij niet om Jeugdland. Het gaat mij om de totale infrastructuur, sociale infrastructuur in deze stad. Dus het is gewoon politieke netheid... dat je die schriftelijke vraag op deze manier beantwoordt om niet
andere collega's ook te schofferen. En ik verwacht het ook van andere collega's naar mij toe. Dus gewoon het politieke handwerk, niet meer en niet minder. Uw antwoorden roepen nog wel vragen op bij GroenLinks. CQ, die vraag van haar is nog niet helemaal beantwoord. Gaat nee, van dat is niet wat ik... Nee, het... Ja, ik wou even gewoon wel reageren, want ik ben blij met uw antwoord. Ik ben blij met het eerlijke antwoord. Ik begrijp dat het op zich ook wel lastig is om die boodschap te brengen. En wij, dat van Jeugdland was natuurlijk een signaal. Is een van de signalen die wij opvangen. En we snappen ook wel dat het natuurlijk breder speelt. Net zo goed als dat er in de culturele sector dingen breder spelen. Dus dat merk ik ook wel. Maar in dat opzicht denk ik van, dan vind ik het toch jammer inderdaad wat de PvdA net aangaf. Als dit nou eerder was geweest, dan was het toch misschien wat minder heftig geweest dan misschien nu. En de afweging maken wij inderdaad bij de begroting. Maar wat ons betreft zou Jeugdland kunnen blijven. En dat heeft u al eigenlijk gezegd. De portefeuillehouder wil hier nog even op reageren. En als hij dan daarna gelijk doorgaat met de beantwoording van de vragen. Ja, een hele korte reactie. U moet zich voorstellen, als ik in openheid gereageerd zou hebben. En we hadden dit niet in de begroting gekregen, dit bedrag. Dan was ik misschien gedwongen om aan u te gaan vragen, gaan wij de bazuin sluiten, een buurthuis, of gaan wij Jeugdland sluiten? Dus want dat betekent dat als ik zo'n uitspraak doe, dan heb ik gewoon niet al het geld om de zaken te continueren. En dan zou ik misschien een buurthuis hebben moeten sluiten. In die positie kan ik mezelf niet brengen en ook het college niet brengen. En vandaar de voor u ongemakkelijke stilte die ik wel begrijp. Maar ja, dat is nou eenmaal zoals de politiek in elkaar zit. De heer Claessens. Het klopt. De Schoor hoeft geen andere zaken te laten vallen. De heer Ismangil. Ik ben niet iemand die heel snel in paniek raakt. Ik geloof dat de heer Ismangil daarop wil reageren, geloof ik. Dat weet ik van de wethouder, maar ik ook niet. Maar waar het om mij om gaat is dat je niet elk jaar opnieuw dit onderwerp, zeg maar hier, bespreekt. En vandaar mijn opmerking dat je het niet elk jaar terugkrijgt. De portefeuille. In dat geval, voorzitter, kan ik antwoorden dat als de raad deze middelen accepteert, dat het gaat om structurele middelen. Er is ook nog een vraag gesteld op dezelfde plek. Nee, want we hebben afspraken gemaakt. Het zou verhuizen naar een eiland. Dat is ook, dat gaat ook gebeuren. En de nieuwe plek van Jeugdland, weet ik uit dit kastje, gaat open in 2019. Maar de oude plek blijft gewoon open tot die tijd. Het wordt alleen nog veel mooier. Mevrouw Raaien van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat op die oude plek, wordt er dan gebouwd of komt de Jeugdland later weer terug op de oude plek? Dit gaat een beetje voorbij, voorzitter, aan dit thema en ik wil ook geen onzin vertellen, dus dat weet ik niet precies. Het heeft wel met bouwen te maken, maar de details kan ik niet vertellen. Mevrouw Raaien, nog één keer. Ja, dank wel, voorzitter. Dat vind ik een beetje vreemd dat de PvdA mede-indiener is. Want dat is hun eigen wethouder die daar dus gaat bouwen. Dus dan wisten ze toch ongeveer hoe de verhoudingen lagen. Ik zag mevrouw de Souma ook nog even met een vraag. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Mag ik dan van het college horen of het open zijn op de oude plek naadloos gaat aansluiten op het opengaan van de nieuwe plek? De portefeuillehouder. Die informatie heb ik niet, maar daar ga ik vanuit. Dus ik bedoel, wij gaan natuurlijk geen geld weggooien door middelen ter beschikking stellen. Terwijl, nee, daar ga ik gewoon vanuit. Misschien dat er een keer een zandhoopje ligt, maar dat is over het algemeen, weet ik uit mijn kindertijd, eerder een feest dan een drama. Meneer Soetekouw, van de PvdA, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank. Na adressering van de PVV... Die aangeeft dat de Partij van de Arbeid eigenlijk zelfde woningbouwplannen er doorheen jast. Ik zou willen dat het werkelijkheid was, maar de Partij van de Arbeid bestuurt de stad niet.
niet alleen in ieder geval. Dus als daar een opdracht voor ligt, dan is dat een gedeelde opdracht die wij in deze stad, zoals u weet, al geruime tijd met 5 partijen doen. Helaas zonder de grootste partij van de stad. En die verhuizing, dat was bekend. Er is een nieuwe locatie toegezegd. En op het moment dat werkelijk ter sprake zou komen, waren er verschillende signalen binnen en buiten de schoor die daaraan deden twijfelen. Dat is de aanleiding voor dit agendaverzoek. Dus misschien voor het vervolg kunnen we dat soort dingen van tevoren afstemmen, dat die duidelijkheid er van tevoren is. En ik hoop jullie bij deze alsnog gegeven te hebben. Nou, ik merk dat de onduidelijkheid steeds duidelijker wordt, want daar gaat de portefeuillehouder zelfs ook nog een toelichting op geven. Ja, ik heb geheime bronnen achter mij zitten. En die bronnen, voorzitter, laten aan mevrouw Raaier weten dat op basis van de huidige planning de nieuwe locatie van Jeugdland in Park Uithof in de eerste helft van 2019 wordt opgeleverd en in gebruik genomen. Daarna zal de oude locatie van Jeugdland, en daar komt het antwoord, worden ontmanteld. En op die locatie zullen als onderdeel van het ontwikkelingsplan De Laren woningen worden gerealiseerd. Goed, dan kijk ik even rond naar de indieners. Of zij tevreden zijn met de behandeling hier zo. Of dat er nog een korte aanvullende vraag is. Mevrouw van der Heijden zag ik als eerste. Van GroenLinks? Nee, wat mij betreft is het goed afgedaan. Ja? Oh, ze zwaaien naar me. Mevrouw de heer Soetekouw van de PvdA. Voorzitter, misschien vraag ik te veel hoor. En dan mag u dat gerust aangeven. Maar het doel van de bespreking was om duidelijkheid te krijgen. We hebben van het college duidelijkheid gekregen. Misschien dat we de vraag, want het college geeft ook aan. Ja, wat ons betreft is het voorstel dekkend en kunnen we Jeugdland blijven behouden. Misschien dat de aanwezige raadsfracties ook alvast kunnen aangeven of de bewoners van Haven ook die duidelijkheid van ons kunnen krijgen. Ik zal alvast voorschot nemen. Van de Partij van de Arbeid krijgt ze die steun. Dit gaat meer een rondje verkiezingen worden. Dus voordat ik er erg in heb, worden dadelijk hier alle partijprogramma's voorgelezen. En daar voel ik eigenlijk waning voor. Ik zie wel mevrouw de Zoom op reageren, maar zonder verkiezingsprogramma's. Ja, nee, daar gaat het me helemaal niet om. Ik zou eigenlijk wel willen weten, wat vinden de insprekers hiervan? Ja, dat doen we zo, mevrouw de Zoom, want u kent ook de orde. Ik bedoel, ik kijk even rond. Het onderwerp is voldoende besproken. Ik dank u alle hartelijk hier aan deze tafel, maar vooral nogmaals, de insprekers hebben ook genoeg complimenten gehad, maar ook van deze kant af. En we hebben nog een paar minuten, dus we zullen zo nog even kletsen wat u ervan vond. En de camera's die draaien volop, dus ik zou zeggen succes zo. Ik sluit de vergadering.